Breda Nu. Hi, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Breda of Tomorrow. De vorige keer hadden we het allemaal over veganisme en deze aflevering gaan we het hebben over kringloopwinkels. We hebben afgesproken met een expert in een kringloopwinkel en we gaan nu op avontuur met haar. We staan nu in het park in Breda en je hebt hier om de hoek goedkoop en zo. Je hebt ook Vindingrijk, het Leger des Heils en nog veel meer opties aan kringloopwinkels. Ik heb namelijk ook deze hele outfit uit de kringloopwinkel in Breda. We zijn nu in de kringloopwinkel en samen met twee gasten gaan we een diepere kijk nemen in de kringloopwereld. Nou, daar zijn we dan in de kringloopwinkel. Ik ben nu niet alleen, maar met Lindy. Stel eens even voor. Ik ben, wat je zegt, Lindy. Ik woon in Dussen, een omgeving Breda, en ik ben veel bezig met kringlopen. Daar gaan we het vandaag over hebben, begreep ik. Oké, en hoe ben je in aanmerking gekomen met kringlopen? Ik ben daar een tijd geleden al mee in aanraking gekomen, omdat ik het gewoon heel leuk vind. Ja? Ik hou heel erg van kleding en van mode. En als je bij de kringloop gaat shoppen, dan kan je soms net die andere items vinden dan wat je in de winkel ziet hangen. Heel veel mensen die bij H&M, Zara shoppen en zo, doe ik ook graag. Maar het is toch allemaal een beetje hetzelfde kledingbeeld. En als je af en toe ook eens iets bij de kringloop haalt, dan heb je iets wat anders. Nou, daardoor kan je een beetje onderscheiden, zeg maar. Oké, en doe je het ook voornamelijk omdat het mooie kleren zijn, maar zijn er ook andere redenen waarom je het doet? Er zijn absoluut andere redenen voor, want ja, wat ik zeg, ik koop graag. Maar de laatste tijd denk ik heel veel na over het koopgedrag. Hè? Ja. We leven enorm in een consumptiemaatschappij tegenwoordig. Mensen kopen en denken niet na over de gevolgen en wat daarachter zit. Door tweedehands te kopen, koop je iets om het een tweede leven te geven. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Okay. Vaak als kleding bij een kringloop terechtkomt, is het een beetje het eindstation van kleding. Terwijl het vaak, als je goed zoekt, echt nog wel leuke spullen tussen zitten. Dus dat vind ik gewoon een hele mooie boodschap aan kringloop. Nee, precies. Dus het is gewoon ook best wel milieubewust. Absoluut. Okay. Ja, absoluut. Ja, leuk. En hoe doe je dat ook in je leven? Is er een manier waarop je op een andere manier ook kringloop doet of iets anders? Nou, ik denk zo'n 10 jaar geleden werd ik me er zelf al bewust van. Hè, ik kocht dus graag, maar ik had ook zoiets van, ik ben ook snel op spullen uitgekeken, maar ik vind het zonde om ze gewoon weg te gooien. Dus met dat idee ging ik eigenlijk mijn kleding waar ik op uitgekeken was, ging ik gewoon verkopen via Marktplaats bijvoorbeeld. Okay. En dat werkte best wel goed. Ik kwam van heel veel spullen nog gewoon af. En nou, dat vertelde ik tegen andere mensen en dan kreeg ik toch wel heel vaak de reactie van, joh, ik gooi het meestal maar weg of ik geef het weg, terwijl ik dat dan toch zonde vind, want ik heb er veel voor betaald. En toen kwam ik op het idee van, nou ja, waarom zou ik die mensen niet gaan helpen? Ja. Dus toen ben ik begonnen met een eigen initiatief, Lindy's Tweede Leven. Ja. En met het idee dat mensen dus hun kleding waar ze van af willen bij mij kunnen brengen. Okay. Ik zet het dan voor ze te koop op Marktplaats of United Wardrobe. En dan krijgen zij een percentage van de opbrengst. Okay. Dus eigenlijk is het een win-win situatie, zeg maar. Ja, het is een heel mooi initiatief. Ja, precies. Zeker. Dus ik ben er ook trots op. En is het ook in Breda een beetje aan de gang of is het gewoon over heel Nederland? Ik woon in Dussen, dus in eerste instantie is natuurlijk de omgeving daaromheen is het handigst, omdat ik daar dan gewoon de kleding bij mensen kan ophalen of ze kunnen het bij mij brengen. Okay. Maar ik heb bijvoorbeeld op mijn website ook staan dat ik bereid ben om mensen die verder wonen de verzendkosten te betalen, mits ze een bepaald aantal items aanleveren, want het moet natuurlijk wel voor mij ook een beetje rendabel zijn. Nee, tuurlijk. Er zit heel veel tijd en heel veel werk in, dus, maar in principe is het dus gewoon over heel Nederland georiënteerd. Ja, het is ook een hele mooie boodschap eigenlijk, dat je ze dus een tweede leven geeft. Ja. Ja. En verder, zijn er ook kringloopwinkels in Breda waar je heel erg graag naartoe gaat of andere dingen? Ik ga heel graag naar Vindingrijk. Ja. Dat is een beetje warenhuis achter zeg maar, een hele grote kledingafdeling. Goedkoop en zo waar we nu zijn, ben ik ook wel eens vaker geweest. Ja, en ik ben eigenlijk ook steeds gewoon nog zoekende. Ik ga constant weer ergens zoek ik een kringloop op en dan ga ik weer lekker kijken. Okay, maar is het ook alleen kleren of is het ook andere dingen?
Ja, ik ben natuurlijk voornamelijk kleding georiënteerd, omdat ik gewoon heel erg van kleding en mode hou. Maar je kan alles kopen bij de kringloop natuurlijk. Nee, kijk bij alles wat je nodig hebt in huis of hè, noem het maar op. Waarom zou je het nieuw kopen? Waarom zou je niet eerst bij de kringloop gaan kijken? Okay, ja? Ja. Want je kan heel veel vinden bij de kringloop. Je moet alleen zoeken. Nee, we hebben niet alleen jou, maar we hebben ook Julien. Hallo. Hi. En stel jezelf eens voor. Ik ben... Ik ben Julien, ik ben 22 jaar en ik kom uit Breda. Oké. Okay. En ben je bekend met kringloopwinkels? Nee, ik ben niet bekend met kringloopwinkels. Ik denk er eigenlijk nooit aan om daar naartoe te gaan. Oké, okay. En waar shop je dan voornamelijk? Voornamelijk toch bij de Zara, bij de Mango, H&M, van die basic winkels. En lijkt je eens misschien leuk om in een kringloopwinkel iets te halen? Of denk je van, ik ga liever gewoon naar de Zara? Ik ben wel benieuwd wat ze, voor soort kleren ze allemaal hebben. Nou, dan hebben we goed nieuws, want Lindy die gaat een outfit voor je kiezen. Ja. Oké. Okay. En dan ga jij hem passen en hopelijk vind je hem leuk. Oké, ja. Dus laten we aan de slag gaan. Flink bezig geweest. Leg eens uit, wat heb je gehaald voor jullie? Nou, ik heb even wat losse items gewoon gepakt, want ik wil straks toch gewoon aanzien en dan een beetje gaan afmaken. Mm. Maar in ieder geval, je ziet, je kleed je heel vrouwelijk. Hè? Jurkjes, yeah. En dat kan je ook heel goed hebben. Je hebt een mooi figuur. Dankjewel. Ik vind het leuk om je iets meer kleur aan te geven. Je zei net ook al dat je zelf wel makkelijk, denk ik, zwart draagt. Yeah. En, niet zo snel kleur aan durft te doen. Ik heb een mooie broek gevonden in kleur. Ik heb een leuk jasje. Dus ik zou zeggen, laten we het zo gewoon even gaan uitproberen. Nou, heb je er zin in? Ja, zeker. Toch benieuwd. Eén favoriet, en dat is deze. En wat vind je ervan? Ja, ik vind het een erg leuke broek en een erg leuk jasje. Dus een slaagavond. Nou, heel mooi. En wat was jouw gedachte hierachter? Ik wilde er iets stoerder maken. Dus ik viel gelijk op die broek. Mooie kleur, een leuke pasvorm. En het jasje staat er ook gewoon prachtig. Dus mijn top outfit. Nou. En ik hoorde jou ook iets zeggen over die jas. Ja, ik vind het echt een hele leuke jas. Ja, zou maar niet zo meenemen. Nou, gelukkig. En is jouw visie ook een beetje veranderd van kringloopwinkels? Ja, ik denk wel. Ja? Helemaal goed. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken. Jou ook en jou. En ik zie jullie de volgende keer terug bij Breda of Tomorrow. Breda nu.